Met MZD Connect bent u helemaal voorbereid op de moderne wereld van informatie, entertainment, communicatie en navigatie. U kunt het systeem bedienen met behulp van de HMI Commander, het aanraakscherm of de audioschakelaars op het stuurwiel. Sommige talen ondersteunen ook spraakopdrachten. U kunt HMI Commander gebruiken om te navigeren naar beginscherm, entertainment, navigatie, favorieten. Naast de HMI Commander bevindt zich ook een knop terug. Als u het systeem wilt bedienen, kantelt of draait u de HMI Commander en verplaatst u de cursor naar het pictogram dat u wilt weergeven. Druk vervolgens op de HMI Commander om het geselecteerde scherm weer te geven. U kunt ook aan deze knop draaien om het volume aan te passen of erop drukken om het geluid tijdelijk uit te schakelen. U kunt eventueel ook het aanraakscherm gebruiken als uw auto stilstaat of als u minder dan 7 km per uur rijdt. Wanneer u het aanraakscherm gebruikt, kunt u aanraken, tikken, schuiven of vegen, maar u kunt niet met twee vingers het formaat wijzigen. Tik op een van de 5 pictogrammen en het scherm zal het bewuste item weergeven. Het eerste pictogram is voor applicaties zoals monitor brandstofverbruik, onderhoud en uitleg bij waarschuwingen. Met het tweede pictogram gaat u naar de opties voor entertainment en met het derde pictogram naar het menu communicatie. Met het vierde pictogram opent u het systeemmenu navigatie, indien aanwezig, en met het vijfde pictogram gaat u naar het menu instellingen. Vanaf het menu instellingen kunt u door het systeem ondersteunde talen selecteren en vele andere opties. Als u het middendisplay uit wilt schakelen, tikt u op het pictogram instellingen en selecteer vervolgens de weergave tab. Selecteer vervolgens weergave uitschakelen of display uit toonklok. Als u het display weer wilt inschakelen, tik dan op het display of gebruik de HMI Commander. U kunt MZD Connect ook gebruiken om de spraakbesturing te activeren, als deze in uw taal wordt ondersteund. Druk hiervoor op de spreekknop op het stuurwiel, wacht op de pieptoon en geef vervolgens een gesproken opdracht. Het is belangrijk dat u op een duidelijke, natuurlijke manier spreekt. Spreek niet te snel of te langzaam. Raadpleeg uw instructieboekje voor meer informatie.